ik had met mijn band een dvd-opname staan. En de dag ervoor meldde de geluidsman dat hij niet kon. Dus toen moesten we heel snel een stand-in hebben. En dat was Jarno. Rustige gozer. Super meegaand. Hij heeft zijn eigen demons. Maar laat hij eigenlijk nooit merken aan de buitenwereld. Hij is altijd gewoon hartelijk en behulpzaam tegen iedereen. Goeie gast. Goeie geluidsman. Bescheiden. Misschien wel te bescheiden, hoeft hij helemaal niet te zijn. Bij Made in United vind ik dat hij precies weet wat hij moet doen in die zaal. Om alles zo helder mogelijk over te laten komen. En om de dynamiek van de band in ere te houden. Een ander tof ding van Jarno is, en dat we vaak terug horen van zalen, dat het met hem fijn werken is. I don't normally get on very well with sound engineers. I have a funny relationship with monitors. I like monitor to be a certain way. And normally the monitor man or the sound man wants them to be another way. I have never in my life ever worked with someone like Jarno. Jarno never makes a problem out of anything. And as a singer, I'm making problems out of whatever I can find. Where often sound men will give up, he will actually deliver. And not just keep going, but he will solve it. Even when it's impossible to solve, he will do it and find a way. That's pretty impressive. Mark die is dus een manager van alles bij ons als het gaat om organisatie. De koor omhoog, drumstel op zijn plek, toetsen op zijn plek. Zorg je dat Damien zijn stoeltje op zijn plek staat met zijn setlijstje en zijn theetje. Setlijst uitvergroot, want de jongen die ziet in een rol. Op hele korte tijd alles up and running krijgen. Mark is another very hardworking man who puts up with a lot of rubbish from a lead vocalist. I think they all deserve medals. I mean, a fantastic guy who's who's committed and hardworking, gets the job done, and nothing is ever a problem. Ik herinner me heel goed de eerste tour en dat was Engeland en Mark die had alles zo goed voor elkaar. Wij maakten gewoon een boekje met alles geprint en met een plasticje erop en met gewoon alle tijden en alle met zelfs een voorwoord met een verhaaltje van jongens, we gaan. We gaan er iets leuks van maken. Mark wil alles perfect doen en dat is lovenswaardig. Ja. Die raadt geloof ik voor iedereen door het vuur als je bij de band zit. Het is een heel hechte groep, maar toch ook weer met verschillende muzikanten. Een Engelse zanger en Brabantse muzikanten. Dat is best wel een bijzonder gezelschap, zeg maar. Je krijgt altijd, je weet nooit precies waar je gaat krijgen met de jongens. Het is een beetje een beetje onzichtbare figuur die zeg maar achter de schermen werkt, maar altijd wel zorgt dat alles voor elkaar komt, weet je wel. Dat is wel echt een goed pluspunt voor Leon. En hij is ook iemand die super goed om kan gaan met alle mensen, verschillende mensen binnen Made United, want daar zit nog wel wat verschil in.
altijd vanaf het moment dat ik mijn auto uitstap en de repetitie inloop of eventjes iets ga eten dan met de band, dan heb ik het idee dat we één collectief zijn. De hechtheid van de groep vond ik echt gek. Well, when we all get together, it's gonna be like our friends getting together. Nou, we gaan straks met Mail United gaan we de studio in. Dit keer om niet de plaat op te nemen, maar om te gaan repeteren voor de Carré Show. Ik heb de ideeën, mijn hoofd zit altijd vol met ideeën. We gaan die jongens in één ruimte stoppen en ik ga hun gewoon iets op tafel gooien. Van hier, alsjeblieft, hier gaan we mee aan de slag en dan zullen we wel aan de mensen zullen we zien wat er gaat gebeuren. Ja. 8 of 10 maanden wachttijd. Ja, ik heb hier jongens. Ja. Hey. Hey. Lelijk. Dus je hè? Niet lelijk. Echt lelijk. Ik sta er zelf ook een keer. Ik schrik er elke keer weer van. Dat spiegel, hè? Ja. Media United in the Room. Heb ik ook wel echt super veel zin in. Het is namelijk niet echt vaak voorgekomen dat we ook echt als band from scratch of zo dingen te laten ontstaan. Hopefully, when we get back into the room, we'll understand our connection and how we blend together. And so we can play off each other. Instrumenten aan, gasten erbij, ideeën in het midden en van daaruit starten. And I think there is a real magic with the colors. Volkswagen. Goed. Goeie bussen. Volkswagen. Echt. Hele goede bussen. Volkswagens. Bussen zijn hele goede bussen voor Pearl drumstellen, Sabian bekkens en Vic Firth drumstokken. Dat is echt de beste combinatie. En Evans drumvellen. Ja. Kan ik echt aanraden. En wat als je dat drumstel dan in een Mercedes legt? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dan verpulvert het. Dan verdwijnt het gewoon. Het is wel net als in die films waar dan die vampieren doodgaan dat ze as wordt. Dat gebeurt dan met die Pearl drumstel in de Mercedes. Nee, je moet Volkswagen bussen hebben. Had ik dat al gezegd? Pearl drumstellen moeten erin. Evans drumvellen. Vic Firth drumstok en Sabian bekkens. Ja. Dat is echt de beste combinatie. En wat als je een Renault bus hebt? Nee, je luistert niet. Dat kan niet.
één combinatie mogelijk.